eigenlijk best wel grof dat ik ze nou een hele aflevering heb laten wachten, hè. Zal ik ze dan maar zo snel mogelijk vrijmaken? Vooruit dan, maar eerst nog even een intro. Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Paper Mario in de duizendje door. Ik ben er weer, Trix de Trainer Steve. Elke keer gaat het fout bij de intro. Altijd maar weer. Terug met een nieuwe video. In de vorige aflevering zijn wij vriendjes geworden met 10 andere Pioniers. En in deze aflevering hebben we de blauwe... Ja, we hebben ook de blauwe sleutel van deze aflevering. Gaan we maar gebruiken, want het duurt te lang. Big Brother! Serieus, het doet me weer flashback geven van de Wind Waker. You're Johnny. Are you alright? You're not hurt, are you? Nope, I'm fine. Thank heavens. Hey, Big Brother, I have something for you. I meant to give this to you sooner, but... Mushrooms are your favorite, aren't they, Big Brother? But... Well, this one kinda got dried out. Nasty. Ew. Big Brother. It was Iggy, wasn't it? I'm sorry. No, not... not at all. Delicious, very... yummy. Big Brother, you okay? Give me a hug, Puny! Ik wil een Puny, oh come on. Don't get all mushy. Everybody's staring. Ja, dat vind ik ook eigenlijk best wel creepy. Iedereen zit daar te staren. It was just a really sweet gesture, that's all. Ja, heel leuk. What's nothing? Ja, kunnen we nou weer verder? Op dit moment, 90 Punies have joined our party en nu zijn er 101. Dit is een reference naar Pikmin. Vergeet niet, dit is van de GameCube en toen kwam dus Pikmin uit en dan had je 100 Pikmin. Oké, er zijn er dan 101 in verband met dat je Puny bij je hebt. Maar zoals je ziet, we hebben er maar 90. Omdat die anderen die hebben we gewoon aan hun lot overgelaten. En ja, die zijn ergens nou dood aan het gaan, want de dag is voorbij. Dat zou wel heel erg grof zijn. Nee, die Punies die zijn gewoon nog daar. Alleen we gaan heel eventjes de Punies bij elkaar roepen. En dan kunnen we eindelijk verder in deze doolhof. Ik denk dat jullie ondertussen wel een beetje doorhebben waarom dat dit niet een van mijn favoriete chapters is. Hey, what's the matter? I love you. Well, I'm shocked. Who makes fun of an old woman like that, honestly? Why, if I were just 10 years younger, I'd show you. Oh, you best believe it. I'll have you know that in my younger days, I was considered a puny prize. I had so many suitors, I had to fight them off. Now that I think about it, it was a particular fine boy named Pinderton. And Pinderton, I can tell you, he was... 2 uur later. And he showed them all. I can tell you that. And that's how I became the Puny Elder. The leader of the Puny tribe. Now you know my tale. And I know yours. So good luck to you. Vraag me niet waarom dat er een optie is dat je kan zeggen. I love you. Just saying hi. You ready, Mario? Crystal Stars is at the very bottom of the tree. Ja, dan zet je hetzelfde. Oké, maar in ieder geval ben ik wat Punies kwijt. I understand the situation. Just wait a minute. Dat fluitje. Dat fluitje alleen al. Alright, Mr. Mario. Have you go now. Alleen dat fluitje zegt al genoeg. Goed. Nu hebben we dus een 101 Punies. Dus ik weet nog niet of ik een 101 Dalmatius reference of een Pikmin reference moet gaan maken. Dit is irritant, want net zagen jullie mij struggelen met 10 Punies, of eigenlijk 11 Punies. Nu gaan jullie me zien struggelen met 101, want dit moet nou gedaan worden met 101. Ik heb er geen zin in. Oké, nou, we willen Flurry er dus weer bij pakken en we willen ze dus weer naar de overkant blazen. Ik ga gewoon de X-knop vasthouden en hopen dat dit zo snel mogelijk de goede kant op gaat. So far so good. Alleen al geluid al van bubbels. Oké, nou ze zijn alle 101 hier. Dat is mooi, want dan kunnen we gelijk hier naar beneden toe. Punies zouden trouwens niet automatisch van ledges afvallen. Op het moment dat ze langs een ledge staan, zullen ze niet automatisch vallen, want anders zou dit bijna niet te doen zijn. Goed, dan kunnen we hier volgens mij zitten. Zijn die beesten weer terug trouwens? Zijn die... Nee? Ik hoop het niet. Geen Pyder. Mooi. Pyders zijn niet terug, want ja, zoals ik al zei, ze zullen niet van de ledge afvallen. Dus op het moment dat jij naar beneden toe valt, staan ze daar boven van... Waar is Mario?
Dus ja, je moet ze wel inderdaad via de warpipes door de boom heen laten jou volgen. Goed. Nou hebben wij ze hier al verslagen. En dan zouden ze normaal gesproken dus hier naar beneden vallen. Maar we hebben ze hier al verslagen. Dus ik hoop dat ze hier ook verslagen blijven. Dat zou ik heel erg prettig vinden. Aangezien dat ik net een level up heb gehad en hier echt weinig zin in heb. Reden waarom dat we hier namelijk nog niet naar binnen zijn gegaan is. Hier zit ook weer zo'n... Ja. Zo'n nest. Alleen dit keer is het een 100 nest. Op het moment dat jij naar binnen gaat komen met mijn team Puny, zul je 100% falen. En zullen ze dus knock-out liggen. En dan zullen ze echt zeggen van, oh nee, we hebben meer vrienden nodig. Dus ja, had geen nut om hier naar binnen te gaan. Everyone is the jabby. Zelfde tekst als eerst, alleen dit is een 100 jabby. Kom op, we gaan dit doen. Oké, wat je wil doen is, je wil ze dus gewoon blazen met die app. Gewoon blazen met die app. Maakt niet uit eigenlijk welke kant dat je opblaast. Verliezen doen ze toch wel. Yoink. Naar Holland winnen. Zo. Jongens. Dit duurt langer als ik kan herinneren. Ah, we zijn al in de meerderheid, dus. Ik vind het eigenlijk best wel grappig hoe dat sommige punies ook helemaal knock-out liggen. We beat them, yay! En dan vernietigen ze de fortress. En iedereen, ja, punio, Pikmin, die uitgeschakeld is, is in één keer magisch hersteld, denk ik. Oké, nou. Op het moment dat dat poortje dus open is, kunnen we dus eindelijk weer verder. En ook wel zeggen, we missen er eentje. Nee. Die ga ik niet bevechten met McFlurry. Hoppakee, 3 damage. Altijd makkelijk als je ze zo makkelijk neer kan mappen eigenlijk. Oké, nou we zien daar weer zo'n plateautje waar we op het moment nog steeds niks mee kunnen doen. Dus laten we maar eentje naar beneden gaan. Hoi. Waarom wist ik dat jij voor mijn neus zou verschijnen? Het waren er gewoon 4, dus ik heb gewoon mijn star power gebruikt, want ik had geen zin om... Ik had een muntje! Nou... Nee, maar ik had geen zin tot het anders een lange battle gaat worden. Hey, kijk, ik heb een muntje terug. Dus, vandaar. Dan weten jullie dat. In ieder geval, we willen dus hierin en ja... Ik word een beetje moe van zoveel punies die ons volgen. Waarom zouden we de steen hierin moeten gooien? Ik bedoel, dat ziet er nogal een beetje zinloos uit. Waarom zouden we hier de steen in moeten gooien? Nou, laten we maar de steen erin gooien. What just happened? Man, you guys are dead. Brilliant little trap, hey? And boy, did you bite on it. I saw you sticking that silly stone in the pedestal, so I made a fake one. Awesome. I mean, I knew it was great, but seeing you fall for it really gives me a warm, fuzzy... Talk about complete idiots. You guys are so dumb, it hurts. Anyway, with you fools out of the picture, I can take my time hunting the crystal star. Okay, Dewey. Mario, what do we do? We have to find a way out of here. But what can we do? Ik denk dat jullie behoorlijk vastzitten. Ik denk, helaas. Game over. Niks meer aan te doen. Tenminste, voor jullie dan. Ik bedoel, wij hebben papierkrachten. Boy, this isn't just right. Let's do something before my claustrophobia sets in. Mario, think of something. I'm counting on you. Ik ben er al uit. Ik vind het wel grappig hoe dat ze echt zoiets hebben van, op het moment dat je vast komt te zitten, dan help. In ieder geval, we zien hier iets. En wat was het ook alweer? Punio, Stermaan, iets. Want dit hebben we al eerder gezien, inderdaad. Dus. Wow. The tree is shook. What was it? Earthquake? Misschien Cups. In ieder geval, hetgene wat we dus zagen, wouden we niet onthouden. De
Dit willen we onthouden. We hebben de zon, we hebben de maan, we hebben een puny en we hebben een ster. Dus zon, maan, puny, ster. Dat willen we onthouden. Zon, maan, puny, ster. Zon, maan, puny, ster. Zon, maan, puny, ster. We hebben dit al eerder ergens gezien en dat is nou ook de locatie waar dat we naartoe willen gaan. Dus ja, dan moeten we weer backtracken. Goh, wat een verrassing. Even kijken, wat was nou zon, maan, puny, ster? Hey, zon, maan, puny, ster. Ik moet me eigenlijk wel eventjes dat goed eventjes in mijn hoofd inprenten. Niet dat ik dadelijk weer op en neer moet gaan van... Hoe zat dat nou ook alweer? En dat ik die elder na ga doen en dus geheugenvlies heb. Zon, maan, puny, ster. Zon, maan, puny... Iedereen die gaat nou de hele tijd als ze deze aflevering in hun hoofd hebben gezet van... Oh shit, nou heb ik nog steeds zon, maan, puny, ster in mijn hoofd. Hebben jullie al gezegd dat we zon, maan, puny, ster in de... ja, een beetje moesten onthouden. Dus ja. En dan komen we dadelijk aan en dan... wat was dat weer? Iets in die trend? Tenminste, dat denk ik. Zou zomaar kunnen. Dus. Het is trouwens wel weer de tweede keer dat we die punies moeten gaan redden. Moeten ze nou nooit eventjes zo uit de problemen blijven. In ieder geval, we krijgen wel iets heel erg gunstigs nu. Daar ben ik best wel blij om. Zon, maan, puny, ster. Goed. Dit is de kamer waar dat we moesten zijn. En nou zien we hier twee switches. We willen de eentje op de zon zetten. De andere op de maan. Deze op de puny. En deze op de ster. Waarom? Nou, dat zien jullie zo wel. Ik blijf het geweldig vinden, dit soort dingen. Yay! En we zien hier een gigantische kist. Met erachter helemaal niks. En de baal ik van. Maar in ieder geval, we hebben nieuwe schoenen! We hebben de Super Boots! En dan krijgen we Toadette die het uit gaat leggen. En ik heb geen zin om Toadette een stem te geven. Dus doe ik het uitleggen! Sorry Toadette! Oké, we hebben de Super Boots te pakken gekregen. De Super Boots die zorgen ervoor dat we een extra attack doen met onze jump aanvallen. Dus onze jump aanvallen doen in plaats van 1 damage, nu 2 damage. Plus in de field kunnen we nou een dubbele, in de field kunnen we dus nu een extra ground pound doen. Dus als we springen en op nog een keer op A drukken, doen we dus een ground pound. Dit is ervoor dat we dus, ik druk per ongeluk op nog een keer uitleggen. Dus ja, dit is een ground pound. Yay. Ground pound! Nee, we hebben het door. Goed, de ground pound, dat zorgt ervoor dat we dus blokken kunnen breken die dit patroon hebben. Op het moment dat we dat, die hebben we al een paar keer gezien, kunnen we dus nou breken. Dus, We kunnen deze aanval ook gebruiken in battle, maar op zich is het niet zo'n handige aanval in battle. Wat wel handig is, is dat we nou dus met onze jump in totaal 4 damage kunnen doen. Dus koeps, sorry, maar is een vijand niet echt prikkelbaar, dan springen wij gewoon weer bovenop die vijand. Nou, daar willen we doorheen vallen, want op het moment als we daarna beneden vallen, dan kunnen wij zo hier deze shine meenemen. En geloof me, die shine wil je meenemen. Oeps, ik wou hem niet naar beneden vallen eigenlijk. Kan ik heel eventjes hier tussendoor even lopen om te kijken of hier niks meer tussen zat. Want volgens mij zat hier nog ergens een secret to everybody. Everybody, there's a secret. Secret somewhere here. Nou, daar is sowieso de charge badge. En die is ook altijd heel erg handig. Ik weet ook zeker dat hier ergens een star piece zat. Nee? Echt niet? Oh. Nee? Vergips ik mijn eigen nou zo erg? Dat is vervelend. Nou ja, laten we dan nog maar een keertje... Trouwens, nou dat ik er even over nadenk. Eén seconde. Want er is namelijk één mechanic in dit spel waar ik een hekel aan heb. En... Nee, hij zit niet hier. Op het moment dat we hem tegenkomen, dan zal ik jullie ook zeker die mechanic laten zien. Zat er hier eentje dan? Altijd even checken. Nee? Niks? Oké. Nou, dan kunnen we hier dus naar beneden vallen en... Kunnen we dus deze kant op om die charge badge te pakken. Misschien was het wel handig om dat eerder te doen. Charge badge zorgt ervoor dat je dus een charge kan doen doordat je 1 aanvalspunt meer schade zou doen. Is handig op het moment dat je dus even niet zou kunnen aanvallen zoals bijvoorbeeld met de dark puffs. Maar ik heb er nog niet echt zelf op dit punt van het spel een use voor gevonden. Dus heb ik zoiets van... Ja.
Het grappige is, je kunt meer charge badges equippen. En op het moment dat je dus meer charge badges equipt, doe je dus meer damage charge. Dus in plaats van plus 1 wordt dan met 2 badges 2, met 3 badges 3. En zo gaan we verder. Ik zie jullie terug bij de punies of ik moet iets gevonden hebben. Oké, hier zien we weer de punies zitten. En wat we hier willen doen is, nou ja, jullie raden het al, er zit hier een plateautje. Yay! You did it! Yes, now we can get out of here! Yay! Is dit trouwens de plek waar dat ik dacht dat... Ah, kom op, ik weet dat er hier ergens eentje zit. Nee? Ah, die zit daar gewoon standaard. Oké, nou ja, we hebben in ieder geval Starpiece gevonden. Wat we willen doen is, jullie raden het al, we moeten al deze punies in dat gat gaan douwen. Veel plezier daarmee. Dit kunnen we natuurlijk alweer alleen doen met Flurry. Oké, nou laten we ze maar gelijk erin duwen. Op het moment dat er een paar vast komen te zitten, wil je al eventjes wachten tot ze weer terug zijn gelopen. En dan wil je ze weer duwen en totdat ze dus allemaal erin zitten. Want geloof me, we hebben ze alle 100 nog nodig. Ik vind het zo glitchy als het maar zijn kan, aangezien dat je die knop soms heen en terug moet stoppen. Net zoals hem. Ik serieus. Ga er nou eens in! Het probleem is, dit moeten we diverse malen doen. Goed, als we dus in een nee komen, dan zijn we weer met z'n 100. En 1. En dan komen we hier boven. Joepie. Heel leuk. Goed. Nou is het de bedoeling dat we met 101 daarin gaan komen. Aangezien dat we deze nieuwe boots hebben, is het dus hier nou weer zo'n plateautje. En mogen we hier weer exact hetzelfde gaan doen. Joepie. Nogmaals, sorry jongens, ik ben hier echt... Ben je zelf een fan van deze mechanics? Leuk. Ik ben er geen fan van. Ik ben er totaal geen fan van. Ik vind het zelfs super irritant. Oké, nou in ieder geval, we zijn er naar beneden toe. Die echt niet die. Nee, oké. Ik wil jullie laten zien waarom dat ik dat constant doe, maar dat komt later wel. We willen dus dieper naar beneden toe gaan. En ja, hebben we Flurry? Nee, koeps. Trouwens, ik wil op jullie hoofd springen. De reden is, we hebben nou die nieuwe boots. En zo zie je dat we dus meer damage doen. Yay, voor meer damage! Dus deze gasten die kunnen we nou gewoon one-shotten op het moment dat we de timing goed hebben. En ja, op zich... Ik kan die andere aanval ook wel laten zien, want er is een manier om die nieuwe jump aanval gratis en voor niks te doen. En dat wil ik jullie zeker laten zien. Maar eerst even superguard. En dikke doei. Ik vind het leuk eigenlijk als ze dus proberen aan te vallen, dat je ze dus verslaat op het moment dat hun aanvallen. Ik vind het wel grappig om te blijven doen. Maar oké, nou in ieder geval gratis muntjes, altijd handig. En dan willen we hier naar beneden toe. Oh wacht, dit is wel een hele grote... Nee? Oké. Okay. Die X-kasten die zitten echt overal. Oh, hoi. Nee. Dat is een first strike animatie. Dat is echt irritant. Als je daardoor geraakt wordt, dan krijg je dus gelijk een first strike en daar heb je gewoon geen zin in. Nou, even over die aanval die ik jullie wou laten zien. Die kost dus 2 FP om te gebruiken. Ik heb nog zin om die te gebruiken. Koeps, kun jij hem raken? Dat is even een hele belangrijke vraag, want kun je hem überhaupt wel raken zo? Nope, jij kan ze zo niet raken. Damn. Heb ik nog een vuurbloem? Nope. Dit is vervelend. Nee, ik kan er eentje neermappen. Yay. Goed, ik ben bang dat we dus naar Flurry toe moeten gaan. Yay. Nou komt er zo'n kleine... Waarom laat ik trouwens deze bel zien? Deze bel hebben we al een paar keer gezien. Nou ja, laten we maar gewoon heel eventjes... Flurry power! Dat kleine ding. Ach ja, misschien is het eigenlijk iets handiger om Flurry nou hier eigenlijk bij te houden... in verband met, ja, veel jump vijanden. En hoe kan die? Serieus? Maar het is best wel grappig hoe dat je de lijn kan zien van de graphics. Dat er dus, dat in blok is, dat ze zo... Dan gaan we gewoon verder naar beneden toe, waarom ook niet? En ja, volgens mij hadden we nog één zo'n ding waarin dat ik Flurry nodig had. Dat weet ik trouwens niet zeker, maar... Who cares? Oh nee, dit is het watergebied.
Ja, hier willen we gewoon naar beneden toe gaan. En willen we nog heel eventjes wachten, want... Hier onder water zit namelijk een secret to everybody. Volgens mij zit hier ergens, of staat hier nou niks? Kan er dat hier niks zit? We zien daar een shine, dat zeker. Nee, zit hier net verder niks. Oké, ja. Dan kunnen we gewoon in naar de overkant springen. Dan willen we hier naar boven toe. En dan zien wij hier een plateautje. En heel erg grappig is... Ze willen je hier heel even reminden dat het heel belangrijk is... Dat je dus meerdere partners kan gebruiken. Aangezien dat als je op die switch gaat staan... Ja, dan valt die switch in één keer helemaal weg. En ga je van de switch af. Dan komt die switch weer tevoorschijn. En ja, dan ben je waarschijnlijk maar goed. Hierdoor valt het water door naar beneden toe. Waardoor dat daar dus de kamer zal vullen met water. En zien we dus dat de lilypad zal komen. Waardoor dat we dus daarna plateautjes hebben. Waardoor dat de punies daar kunnen lopen. Voordat je daar naartoe gaat, wil je eerst hier eventjes dit kistje openen. Dat was een secret waar ik aan zat te denken. Shrinkstomp, execute superbly, vijanden verliezen hun attack power daar. En hier natuurlijk... Ik zei en hier natuurlijk... Er zit nog een gratis item die je eventueel zou kunnen gebruiken. We hebben al een Dizzy Deal. Ja, Dizzy Deals, ik vind ze zelf niet echt heel erg handig. Ik zal ze even voor de grap, zou ik er eentje dadelijk gaan gebruiken. Maar zoals ik al zei, ik ben er zelf niet echt een fan. Goed, in ieder geval, we hebben nou dat water daar, die Dizzy Deal. Ja, je zou misschien kunnen verkopen, maar... Ik heb te veel items. Ik gebruik items bijna eigenlijk nooit. Echt alleen maar een nood. En natuurlijk willen wij ook nog een extra Shine Sprite. Waarom ook niet? Boink. We hebben een Shine Sprite. En dan willen we dus verder naar beneden. En Koops die valt in één keer in het water. Had het maar een Koops moeten worden. Dan komen we hier. En nou is het dus heel belangrijk dat we hier ook weer 100 punies bij ons hebben. Want zoals je dus ziet, ja oké, 101. Want we moeten dus alle punies daarop zitten te... Ja, opplaatsen. Oké. Nou, we hebben alle punies bij ons. De zonnesteen gaat erin. En op het moment dat we dit doen, is het weer een trap. Nope. Oeh. What? Oh no, what's happening? What's happening is dat we nu dus beneden terechtkomen in een nieuwe ruimte. So that's how you get to this room. Inderdaad. Nou, laten we deze orb maar weer even weghalen. Je kunt hier saven. Hoe zitten wij eigenlijk met FP, HP? Daar zitten we helemaal goed mee. Dus, willen we mijn schroom? Ik ken hem gewoon eentje gebruiken op het moment trouwens. Dus waarom ook niet? Gewoon gratis heal. Jee, 20 HP! In HP! Oké, dat klinkt niet. In ieder geval, voordat we dus die kamer ingaan, wil ik het gaan laten bij deze aflevering. Aangezien dat... Het volgende stukje, dat gaat in één stuk door. En dat wil ik jullie zeker laten zien in een hele leuke fashion aflevering. Punt. Dus ik denk jullie voor het kijken. Heb je een leukste momentje? Laat het weten in de reacties natuurlijk. Als je daar de tijd voor hebt, laat een like achter. Als je daar de tijd voor hebt. En in de volgende aflevering gaan we dus kijken wat er zo diep hier in deze boom zit. Dus ik denk jullie voor het kijken. En hopelijk tot de volgende video. Bedankt voor jullie support jongens. Jullie zijn awesome. En is het op het moment mooi weer als je deze video aan het kijken bent. Dan zou ik zeggen van geniet nog van het mooie weer. En regent het, dan zal ik zeggen van er zijn nog meer video's die je kunt kijken. Ik wil niks verzinnen. In ieder geval, bedankt voor jullie support, jongens. Doei!